Dit is een mooi plaatje. Wel, hè? Wel. Hebben we het voor gedaan? Ja. Lisbeth en Marieke, het is inmiddels diep in de nacht, moet ik zeggen. De nacht van 26 op 27 oktober, een dag om nooit te vergeten, denk ik. Nee, never. Die blijft in ons geheugen gegrift. Daar kan ook niemand ons meer afnemen. Nee, zeker niet. Deze geweldige ervaring. Ja. Hè, en met zoveel mensen iets bijzonders delen. Ja, dat denk ik van, ja, dat is gewoon perfect. Vertel even in een paar zinnen wat er precies allemaal gebeurd is vannacht. Waarom je het hebt gedaan en hoe lang je er al mee bezig bent. Nou, waarom we het hebben gedaan is om ook onze kinderen een hart onder de riem te steken. Hè, die hebben Stijn. Stijn heeft een ongeneeslijke ziekte. En ik heb gedacht toen we dat horen, dat kan anno 2013 niet meer. Dat is eigenlijk niet van deze tijd. Maar wat kun je dan doen? Ja, dan draait het in deze wereld om geld. Dus we hebben toen geprobeerd iets te bedenken. En we kwamen toen op de site van Spieren voor Spieren met de Winter Challenge. Marieke zit op voetbal. Onze jongens voetballen graag. We dachten van, hey, dat is leuk. Ga ik doen. Voetbalwedstrijdje in achter het huis organiseren. Ja. Nou, dat is een beetje geëscaleerd. Maar toen dacht ik gewoon twee mensen, twee teams en dan ben je klaar. En nu waren hier vanavond, nou ik denk 300. Ja, denk ik zeker dat die er wel geweest zijn. En hebben wij gewoon een geweldig evenement gehad. Wat het mooie bedrag opgeleverd heeft van bijna 26.000 euro. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Dat is echt heel bijzonder. En we weten dat het niet direct voor Stijn is. Maar Stijn leert ons dit wel. Stijn en... ik vond het ook zo mooi van de week. En toen dacht ik van, hè, mijn neef zei van Stijn, Stijn kan dit. Maar Stijn kan dat wel, hè? Ik zei, ja, Stijn kan dat wel. En het positieve en wat Stijn betekent voor ons. Hè, als, en ik denk dat Herman en Marieke dat ook ervaren. En wat hij je leert met zijn kleine leventje. Dat is het meest bijzondere wat wij konden leren van een kind. Top. Ja, gewoon echt top. Ja. Alle medewerking gekregen van heel veel mensen. Ook heel veel sponsoren. Wie wil je speciaal bedanken? Ja, wie wil ik speciaal bedanken? Ik wil eigenlijk iedereen gewoon bedanken die het mee mogen. Weet je, we hebben al voetballers hebben een shirt kunnen geven. Dus gesponsord door de ondernemers. De broodjes knakworst die vanavond als zoete broodjes over de toonbank gingen. Gesponsord gekregen. De lekkere hapjes, het drinken. En kapper die zat hier te kippen. Ja, ik weet het allemaal niet meer. Nee, te veel. Het was allemaal. Ja. Hè, want iemand zei vanavond, dit is voor jullie voor de onkosten. En dan moet ik heel eerlijk zeggen, hè, we hebben wat onkosten. Mijn printer, mijn cartridge of zo, misschien dat die, die wat overuren gedraaid heeft. En ikzelf, en dan denk ik van, maar er hebben zoveel ondernemers het ons mogelijk gemaakt. En, nee, de teams die gewoon meegewerkt hebben. Voetballen gesponsord. Ja. 6 voetballen gesponsord gekregen. Ja, dat was alles wat wij nodig hadden. En als geldbedrag, ik hoor je net in een ander interview zeggen dat je van zoveel geld nooit had durven dromen. Wat was het streefbedrag geweest? Ik heb het de eerste keer heb ik 5000 euro op de site gezet. En dacht van nou, als we dat eens hebben, hebben we echt wel een heel mooi bedrag hoor. Hey, weet je, ik vind 5000 euro, als je een ouderwets bent, dan denk je, god, dat is wel 10.000 gulden, hè? Ja. In ieder geval. En nu heb je gewoon 25.000 euro. En vanavond zaten we en... ik moet zeggen, je wordt er ook wel wat hebberig van. Dat is de verkeerde kant van dit, maar je wordt hebberig voor een goed doel. Ja. En dan denk ik, ach, dan mag dat ook wel. Maar je kijkt elke keer even op de site, oh, 24.000. Ja, hey, we gaan daar weer over. Hè. Van de week twitter ik 20.000. Ik ga naar de organisatie, je moet het streefbedrag omhoog zetten. Ja, dat is gewoon geweldig. Marieke? Ja, fantastisch. Maar ja, heel bijzonder dat al die mensen mee hebben gedaan. En ja, dat brengt Stijn teweeg. En dat raakt mij het meest. Dat hij, zijn naam blijkbaar raakt heel veel mensen. En mensen komen in actie terwijl ze ook weten dat het voor Stijn uiteindelijk niets uithaalt. Nee, nee. Het zijn voor kinderen na hem. Ja, en of het dan 2, 10, 20 of 25.000 is, ja, dat vind ik zo fantastisch. Ja. Het is een naam die gevestigd is in de gemeente Oldebroek, Stijn. Ja. Kanje. Ja. Ja. Voetballen Oldebroek, Stijn was het, hè? Hoorde ik, heb ik vanmorgen geleerd. Ja. Kort Vos. Ja, jullie hebben het bedacht. Wij niet.
Dus, maar het was wel heel bijzonder. Ja. En ja, ik denk dat dat... Maar ook voor de gemeenschap, hè, laat ik dan zeggen. Van, hè, vanuit het andere. Ja. Als ik even niet als oma praat. Maar dan mis je als raadslid dan eventjes toch. Dat ik denk van, wat je als gemeenschap met elkaar kunt betekenen. En gewoon vanavond hier. Met een glaasje fris, met een broodje knakworst. En dan denk ik van, joh. Het is gewoon geweldig met elkaar. Terugkijken op een prima avond. Bedankt alle mensen die dat mogelijk gemaakt hebben. Het gaat jullie goed. Dankjewel voor deze unieke evenement in de gemeente Oldebroek. En jullie bedankt dat je erbij was. Okay. Super. He? Helemaal mooi. Dankjewel. Ja? Dankjewel. Hè? Zeker. Zo, hebben we... Heel mooi. Dankjewel. Niet zo.